even een hele andere zaak. De eigenaar van een transportbedrijf in Teteringen, Brabant, was met zijn vrouw een weekendje weg. Hij heeft een bedrijf aan huis, dus tijdens dat weekend kwam een van zijn chauffeurs om 4 uur 's nachts aan bij het huis van zijn baas. Die chauffeur ziet een vreemde oma fietsen achter het huis en zodra die polshoogte wil nemen, schiet er een schim weg met fiets. Daar bleek net te zijn ingebroken en die oma, fiets en inbreker komen vlak daarna prima in beeld. Want vlak na de inbraak op zondagochtend 26 juni fietst deze man compleet met bivakmuts via het Doelenpad en de Holstraat naar het Willem-Alexanderplein. Hij zet de op het oog nieuwe oma-fiets met damesmandje keurig neer voor hij probeert te pinnen met de bij de inbraak buitgemaakte bankpas. Probeert, want ondanks het briefje waar hij op tuurt, toetst de man 3 keer een verkeerde code in en wordt de pas geblokkeerd. Hoewel hij er eerst op let niet in beeld te komen, vergeet hij dat hier. Omdat de man op de fiets is, zou het heel goed om een plaatselijke inbreker kunnen gaan. Ondanks de bivakmuts is er best veel van de blanke tot licht getinte man te zien. Zijn bruine ogen. Hij lijkt nauwelijks wimpers of wenkbrauwhaar te hebben en zijn opvallend gevormde bovenlip. Een idee wie hij is? Geef een tip door. De beelden van de man staan nu op de site en live.politie.nl.